dan gaat de Texelstrand dan weer richting de Texel. Ja, nou ja, ik zal een stok moeten pakken, dus ik doe jullie even uit. Ja, dat vinden ze wel mooi. Dwars door die golven van de boot heen. Ze is er doorheen gezakt, geloof ik. Ik geloof dat Corrie er doorheen gezakt is. Oh, van een andere kant. Mooi, hè? En je ziet dat het zand daar gewoon op blijft stuiven, hè? Kijk, de kijk dan wat eraan komt. Moet je kijken wat eraan komt. We dachten dat je er al doorheen was gezakt. Ik was wel net op tijd. Oké. Ik denk dat het gaat niet worden. Jongen, nog aan toe. Zie je dat? Er komt ons belastinggeld. Ja. Dat plastic moet eraf, hoor. Ja, zal ik dat eraf halen voor je? Ja. Voor jou een bordje, voor mij een bordje. Chrissy die doet niet. Doet Chrissy niet? Nee. Ook geen halfje? Ja. Begrijpelijk. Ik ook niet, maar ik heb Jack is een ander ding. Maar je wilt wel vloggen, hè? Voor mij. Als jij het kan doen.
Ze weet hoe ze met de camera overweg. Ze is zelf wezen met hobbyfotografen. Ja, en nu zijn ze hier aan het modderen met de bloemen. Lekker, hè? Dat is het eerst ook. Lekker geplakt, hè? Met z'n tweeën. Ze hebben goed ingeplakt, hè? Lekker even met z'n tweeën modderen. Doe jij deze? Doe ik deze. Heel goed met deze? Bijna. Die is nog niet helemaal. Dat is tenminste meestal in staartje. Ja, echt wel. Kijk, deze gaat beter. Maar ik heb hem ook hoor. Dat is het elastiekje. Als er geen blaadjes af van is het echt oud. Ja, uiteraard. Echt een rood. Deze heeft de uitnodiging van vorig jaar al bewaard. Dat vind ik toch wel heel frappant. Oh. Dat doet zeer, hè? Sorry, wil je die licht of die donkere? Mag ik de rode? De donkere. Ja. Ha, 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 ha. Ja, die doet al. Nou, deze gaan voor mijn mannetje het water. En Corrie die neemt die roze. Ja, de helft voor Jack en de andere helft. En Chrissy die gaat vloggen. Dus Chrissy mag hem overnemen, schat. Zo, here we go. Nee, maar kijk, als jullie nou een klein stukje doorlopen, dan heb je water en dan valt het gelijk in het water. Kan ook op het tent. Ja, met een link boven in het koekje moet ik droog blijven. Houd elkaar even vast, hè? Altijd de toekomst en als ik weer bij je
mag zijn. Laat het nog wel lang duren. En voor Moeke? Ja. Omdat ik ook van jou hou. Er was geen ik zonder zijn moeder. Nee, ik heb hem alweer opnieuw ingesteld hoor. We'll be right back.
Dit is dus een vlog, hè? Voor jou? Ja. Oké. Je staat nou op een vlog. Dus mijn camera. En nu sta je bij haar op de film. She is making a film. Foto? Een film. Ja. Oké. Voor YouTube. Make a foto. Ja, voor YouTube. Voor YouTube. Oké. Immer van... Voor YouTube. Oké. Oh, cool. Kan zij dat ook zien, YouTube? Ja, dan moet ze mijn naam weten, maar dan moet dat even opgeschreven worden. Want ik heb een moeilijke naam. Corina met IE. Ja? Luisterburg de Jong. Moet even op. Ja. Zij... Nee, ik heb geen... Ik ben bij me. Nou, ik doe hem wel even uit. Oh. Ja, ja, ja. En dan komt het ergens andere week, weet ik van wanneer, online. Schrijf dat pens, zegt ze. Denk. Nog meer denken. Okay. En jij een pin? Ja. Corrie? Ik zit te kijken. Heb jij een pin? Ja, ik zit te kijken. Waarnaar? Naar je pin. Bed weten jij. Kijk, er komt een hoe heet dat ding toe. Ik had een kaartje met jouw naam erop, maar die kan ik niet zo gauw vinden. Oh, had ik kaartjes dan? Ja, ooit. Kijk, kijk een pen. Nou. Ik weet niet of het erop staat. Ik kan het niet zien. Terug. Het is een vrolijke jongen. Immer. Ja, is leuk. Schön. Ja, dit is. De. Ja, jong, alleen maar de G, hè? Ja. En dan is het. Als ze dat in die bij YouTube, dan komt ze er goed. Dan komt ze mijn appelstaartje. Nee. Even kijken, dat is ongeveer. Ik weet niet wanneer die online komt, maar dus we moeten gewoon abonneren. Ja. Gewoon abonneren. Ja, over twee dagen is het er toch? Nee, nee, andere week nee. Ergens. Oh. Ja, want ik plan in. Hoe noem je dat? Ik plan in. Dus vanavond maak ik hem klaar of morgen en dan plan ik hem in voor andere week. Misschien mag het dit video gereed. Ja? Klaar. Want morgen kunnen ze. Ja? Next week. Ah, oké. Lekker ding, dat wagenbekje, joh. Godje, denk ik. Toet. Ja, hij vindt jouw camera wel mooi. Ja. Kleine techneut. Dankjewel. Ja. Bye, have a nice day. Ja, you too. Dank je. Ciao. Bye. Auf Wiedersehen. Ja, zwaaien. Adieu, wij moeten. Helden de groeten. Adieu, vrouw. Ze heeft een steen in de schoen. En dan gaat die plavaaier naar binnen. Geweldig. Lukt het, Corrie?
Ik heb geen steentjes in mijn schoenen. Eén. Twee. In drie fases. Oh, wat een lekker baby. Ik dacht in het begin, nou, ik red het wel. Nee. Daar zag het niet uit. Ga zo steken. Maar kijk eens achter hier. De plavaaier gaat naar binnen. Ja. Daar komt weer een nieuwe marineboot aan, wordt er gezegd. Ja, in de verre verte. Ja. Hoppata. Nou. Dan lach jij maar. Ik lach wel. Als jij een steek in je schoen hebt, heb je hem zo uit. Ja, gewoon zo, hup. Ja. En hoe voel je je nou? Opgelucht. Opgelucht. Ik ben blij dat het steentje weg is. Mooi zo, grote meid. Ik dacht in het begin, nou, zo erg is het niet. Maar op een gegeven moment gaat het toch irriteren. Ja, logisch. En hoe voel jij je, schat? Lekker bruin. Mooi. Lekker bruin. Lekker kleurtje. Ja, hè? Ja. Doe je iedereen goed? Jaloers op. Ja, dat begrijp ik maar al te goed. Kijk, daar komen die mensen hier aan. Naar Duitsland. Ja. Dit raam is toch mooi? Pas voor, ja, dit raam wel. Dat is een plastic schat. Maar kijk, het gaat erom dat. Dat lijn toe. Oh, ja. Doeg! Wiedersehen. En dus. Ja, dat is net dat kleine stukje. Hoezo dat kleine stukje? Het is maar een klein stukje van het raam. Ja. Daar hebben stickers gezeten. Oh. Maar ja, ik zal die camera weer even uitdoen. Want om zo te blijven rijden, dat is niet prettig. Dus ja. Daar komt. Ik weet het, ik heb te veel gefilmd. Nou. Oh nee hoor, want ik maak er gewoon twee vloggen van, simpel. Die achterste is in de minderheid, als ik het zo zie. Hij heeft zeker te veel plastic in zijn buik. Hij zoekt hij. Dat schipje moet je nou nemen, die is nu zo mooi. Hetzelfde zo, die gaat de kust. Ja, en die andere merel zit al in het water. Ja, die zit er niet. Mooi, hè? Mm-hmm. Van de marine. Bij de marine dus moet je zijn. Hé, ja. Hey, ja, joh. Hebben we het zo moeilijk? Jan kapot. Hij blijft commentaar geven. Ja. Hij zal het laatste woord hebben. Ja. Verder gooien, Corrie.
straks val je. Hè? Hè? Ken je zich op het motje? Als je straks val je. Ja, dan heb ik pech. Nou, ik sluit weer. Ja, lieve vrienden. Dit was het dan weer voor vandaag. Ik sluit eventjes de vlog eigenlijk af van gisteren. Ja. Van de herdenkingsdag voor mijn mannetje. Tevens een beetje voor mijn schoonmoedertje. Sluit ik deze vlog af. Want er zat niet echt een einde aan. Het is wel een hele mooie tweede deel geworden. Van 32 minuten 26 seconden punt 840. Ja, weet ik wel. Die kan ik niet vlug af laten spelen. Omdat ik rij wel, maar ik had de GoPro niet aan. Er werd hier en daar gevlogd. Zo door Chrissy natuurlijk, met het bloemen te water doen. En door mijzelf even onderweg hier en daar met leuke momenten. En dat totaal heeft dus 32 minuten, zeg maar 32,5 minuut opgeleverd. Het is echt heel mooi. De zee hoor je ruisen, je hoort de wind bulderen. En ik had af en toe even muziek eronder gezet en af en toe de muziek ook weggelaten. En ik vind het zelf een hele, hele mooie gedeelte van de vlog van gisteren. Van 7 juni 2018. Dat mijn dierbare mannetje 55 had kunnen worden. Wat helaas niet is gebeurd. Omdat hij vorig jaar al is overleden op 25 februari. En ik hoop dat jullie het mooi zullen vinden. En dat jullie dit waarderen, dat ik dit met jullie wil delen allemaal. En ik hoop ook natuurlijk op respect. En geniet van de rest, zou ik zeggen. Tot later.